Den Bosch zonder clubtopscorer John Verhoek tegen Veendam. Verhoek staat op het punt om te tekenen in Frankrijk bij Stade Rennes, de nummer 3 van de Ligue 1. En dus gewoon een titelkandidaat. Maar ook zonder Verhoek weet Den Bosch het net te vinden. Hoewel Den Bosch, het is Tsmofs van Veendam die na 18 minuten Den Bosch op voorsprong zet. Gaan we naar de tweede helft als Veendam, dat uitstekend is begonnen aan 2011, op gelijke hoogte komt door een doelpunt van Michael de Leeuw, de topscorer van de Jupiler League van vorig jaar, nu pas vierde van het seizoen. Veendam won al van AGOVV en Telstar in 2011, maar ook Den Bosch deed niet slecht met gelijke spelen tegen de nummer 4 Helmond Sport en koploper Zwolle. Dit is 10 minuten na de 1-1 als de doelman Zari de bal loslaat. Dan belandt hij bij Lamboy, Brabander in Groningse dienst. En hij, dat doet hij heel cool, zet Veendam op 1-2 en dan kan Gal eindelijk achterover leunen. Voor 9 punten uit 3 duels in 2011. Komt nog een enorme kans in de slotfase. Deze is toch eigenlijk niet te missen. Het lukt Van Weert wel. En zo gaat Den Bosch thuis onnodig onderuit tegen Veendam. Dat het heel goed blijft doen. Gal terecht blij. En het afscheid van John Verhoek bij Den Bosch is toch een beetje zuur.